huisarts action. Zaak onveilig maken. Kijk wat het wordt. Dat voelt je toch niet helemaal lekker. Heb ik het vlog dan gedaan? Geen idee. Nee. Eerst eventjes mijn zonnebril opdoen. Kijk, kan je wat meer zien? Is heel dicht. Ja. Iets. Overleefd? Ja, precies. Ja, dat is het belangrijkste, toch? Zo ben je. Yep. Zwarte katten nog zijn? Altijd. Zwart poes? Ergens. Niet. Nee, maar... Vandaag geen zwart poes. Nee, maar een paar weken terug ben ik dus gevallen. En wat ik dus al eerder zei, op het asfalt. Daar heb ik dus nou nog steeds last van, op mijn hoofd. Dus we gaan eens even kijken en wat de huisarts ervan zegt. Dus, spannende dingen. Ah, spannend. Nee hoor. Dat op zich dat je... Ik ben gewoon heel veel moe en... ...verklaring krijgt van wat er met je aan de hand kan zijn. Nou ja, verklaring. Misschien dat hun het ook niet op... ...het ook nog niet eens weten wat het is. Dus... Ik weet het niet, maar ik weet het wel achter te komen. Misschien, misschien ook niet. Misschien dat ik door word verwezen naar het ziekenhuis. Dus. En voor een foto. Dat je weet ook. Het niet van mijn hoofd. Nee, je hoort ook dat de mogelijkheden. Ja. Eerst even kijken en wat de huisarts zegt. En dan. Wie je krijgt. Nou, ik hoop niet dat het onze vriendin is. Nou ja. Weggebrek aan weten. Nee, maar dat is ook maar een assistente, hè? Dus... Oh, oké. Okay. Ik heb gewoon een huisarts, maar ik hoop dat ik die Vlaamse of Slesse Belg krijg weer. Die was aardig. Die was heel aardig, ja. En vandaag gaan we even checken. Handschoenen. Mooie handschoenen. Prima pasvorm. Ze zijn nu alleen nog maar in paars verkrijgbaar. Dit is wel jammer. Maar prima handschoentjes voor op de fiets. En ik ben er echt blij mee. Ik kan het ook in de auto gebruiken. Op de fiets, lopend. Geef steun. Een beetje gel. Ze kost er maar. 2,79. Ik zal het even in beeld brengen. Dus hebben we nu alleen hier nog de roze variant. Roze met maatje. Maat, staat dat erop? Maat, met maat, ja. Ja, het maatje staat er ergens in. Ja. Nee, in de zijkant moet je hebben, schat, aan de binnenkant. Aan de binnenkant, aan de zijkant. Ik zag al net ergens een labeltje, volgens mij. Ah, mijn grote vriendin is er ook weer. Kunnen we die ook meteen even interviewen over dit product? En of dat er nog bestelbaar is. Niet. Ik zie geen dingetjes. Nee. Jammer. En of deze ook nog bestelbaar is. En gelukkig hebben ze een rechterhandschoen en een linkerhandschoen. Dat is helemaal ideaal. Dat is het. Alleen zeker. Voor mensen die twee linkerhanden hebben, is dit niet geschikt. Zo, en we hebben boodschappen gedaan. En wat hebben we allemaal gehaald? Lekker maxiballen gehaald. Twee zakjes. Een glas vol met thee, onder andere, die weg te smaken. En uiteraard natuurlijk voor vastzittende dingen, WD-40. Hey, Herbie. En een hele tas vol met lekkere noedelsopjes. En hoe duur waren die? 3 voor 1 euro. Met aga. Albert Heijn. Albert Heijn, dat is wel lekker. Ja, dieren speciaal zak, daar moet je wat dingen gaan kopen. Ja. Speciaal als je katten en honden hebt. Ja, en andere diertjes zoals vogeltjes, visjes. Ja, maar ze verkopen geen dieren. Nee.
En als je een plooi hebt, kan je er ook terug. Heel grappig, jeuk. Oeh, ja. Nee, de grapje wel. Ja. Waar gaan we nou naartoe? Ja, joh. Richting huis, even de spulletjes dumpen. Dumpen nog wel? Ja, de dumpzaak. En wat gaan we vanavond doen? Nou, we gaan even langs mijn vroegere buren. Heel vroeger. Ja. Om even te spreken over wat voor foto's ze mij willen gemaakt hebben geweest worden. En we gaan nog vanavond ergens anders nog naartoe. Alleen ik moet weten welke plaats. Of Voorburg of Leidschendam. Ja. Verrassing. Verrassing van de zaak. Goedemiddag allemaal. Ja, precies. Hoogvliet niet in. Oké, dan gaan we even Hoogvliet nog in. We gaan Hoogvliet in. Gaan jullie lekker mee? Karretje hebben, denk ik. Ja, nou, dan moet je karretje pakken. Net zo makkelijk. Niet dan, ja toch. Gaan we hem eventjes in de gaten houden of hij eraan komt. Dat is ook leuk. Dus, komt hij er al aan? Of niet? Ja, hè? Hij komt eraan, hè? Is hij er al bijna? Ja, hij is er al. Nou, dat is het idee. Nou mag jij hem weer hebben. Lekker weer hebben. Ja. Mooi. Kijk maar. Kijk maar. Nee, niet doen. Nee. Als de dame zegt niet doen, dan moet je het gewoon niet doen. Nee, precies. Dan heeft het een bepaalde andere betekenis. Dat betekent dat je vanavond overslag te eten krijgt. Dus dat is niet echt lekker. Dus ja. Er is wat te vroeg. Er is wat te vroeg, dat is niet. Kruidnootjes. Dit is lekker. Ja, wel. Lekker van is dat ze gratis zijn. Ja. Jij mag akker hier ook. Gratis even niks. Dat is leuk. Die proeven niet hebben. Ja. Maar. Sorry, hoe zou je zeggen? Bent u nog aan het maken? Ja, ik ga ze zo weer maken. Nog een paar. Zelf? Voor het laatste half uurtje dan. Vijf minuten denk ik. Vijf minuten? Ja. Dat ding moet weer even warm worden. Ga niet zo snel als op het gas thuis. Nee, kijk eens. Het is alleen maar hazelnootpasta of ook chocoladepasta? Oh, ja. Nou weet ik het. Ja. En zijn flensjes, en dan doet alleen maar hazelnootpasta in. Dan bak ik en dan hazelnootpasta erin. Oké. Vindt niet erg dat we even. Wat zegt u? Vindt niet erg dat we even videoopnames maken? Soms mag dat niet. En waar, nou, waar ga je het op uitzenden? Op YouTube. We zijn een vlog bezig. Een vlog? Ja, video, videolog. Van de buurt? Ja, onder andere. Gewoon even een paar productreviews. Productreviews, hoe de hond uitgelaten wordt. Geen treiterblogger. Hè? Geen treiterblogger. Nee. Nee, dat vond ik zo'n leuk woord. Op een positieve manier te doen. Hè? Probeer het op een positieve manier te doen. Ik probeer alleen die man is aan dan moet ik zo vloggen. Oké. Treiterblogger. Nee, dat doen we niet aan. Nee, nou ja. Misschien worden wij getreiterd als we aan het vloggen zijn. Dat kan ook nog. Ik weet niet of Nutella het leuk vindt. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Oh. Want daar werk ik vandaag voor. Okay. Of ik nou en Nutella koop en dan zeg van en Nutella is goed. Ah joh, wil ja, kom eens drinken. Maar hier zit, zit extra ijzer in zo. Dat is wel goed voor jou. IJzer van mij joh. Dat geloof ik niet. Zit er ijzer in? Ferrero. Ja? Is dit wel extra ijzer? Nee. Nou, dit is mij niet. Nee hoor. Maar het zou kunnen hoor. Ik bedoel, ik laat me altijd verrassen. Dan moet je daarop kijken. Ik heb het nergens gelezen, moet ik eerlijk zeggen. Nou,
schijnt er niet op te staan. Ik heb het niet gelezen. Dat is wel jammer. Hoezo? Gaat het erover eindigen? Nou, mensen die een ijzertekort hebben, ja, okay. Is dat handig? Nou, dat is lekker. Nee, tuurlijk. Haal ze nog vast, dan krijg je meteen ijzer binnen. Nou ja, van die ik, denk ijzer dan, dus ik denk dat je dan spinazie moet eten. Ja, daar zit ook ijzer in. Tomato. Ja, nu dan ik wel ijzer. Nou, je zit. Je tomaten gaan eten vanavond. Pas. Nou, de spinazie bestaat er onbekend, hè? Ja, dat is wel lekker, maar daar mag je niet te veel van eten. Gaat dat niet. Nee, maar ja, maar dat is overal vol. Ik zeg altijd overal waar het voor staat, is nooit goed. Behalve tevreden. Dat is waar. En dus terecht. Denk, ja, oké, bedankt. Je hebt gelijk. Er zijn er maar drie, geloof ik. De derde ben ik even kwijt. Tegenslag. Ik heb wel van overslag gehoord. Als je dat te eten krijgt, dan niet goed. Maar u staat hier al de hele dag? Ja, nou de hele dag, van 11 tot 6 is de bedoeling. Oké, dat is wel een lange dag. De hele dag staan, niet zitten een keer. En morgen van 10 tot 5, zaterdag, okay. Is het denk ik wat eerder stil, dus geven we altijd andere tijden. Oké, dat zal wel schelen. Maar dat doen ze, kijk, het is natuurlijk de beste, ja, zoveel mogelijk mensen in de zaak zijn. Ja, dat is het meest effectief. Ja. Ja. Als het sluitingstijd is, dan verkoopt het zo bijna. Nou, ik stond verleden week ergens tot 7 uur. Ja. Hoef je niet te doen, maar heb ik ook doorgegeven. Valt het gewoon om 6 helemaal stil. En het was vorige week vrijdag ook niet heel slecht weer. Dus, okay. Ook dom. Gebruikt u plantaardige olie? Nee, ik heb de opdracht deze. Oké. Okay. Zonnebloemolie. Oké. Okay. Het is plantaardig. Ja, soms is het van die, hoe heet het? Nee, we werken meestal met olijfolie, maar dat brandt veel, denk ik, voor de fanatieken. Oké. Ik denk het wel. De olijfolie, dat gaat wat harder in de naam. Ja, dat gaat harder. En het heeft een apart smaak. Ja, ik denk dat het voor pannenkoeken niet lekker is. Nee, soms niet. Dus ja. Oké. Okay. Ik neem ook mijn mixer maar mee. Ja, je weet maar nooit. Dan zou iemand zeggen, oh, ik heb een mixer gevonden. Die neem ik mee naar huis. Nou, zo oud. Hij doet het nog steeds. Oké, okay. Nou voor de mensen die geen mixer hebben. Nou, ik hoor toch haast niet meer. Nou, als iemand hem zegt, ik heb een kapotte mixer. Ik zeg, ik zie daar een mixer staan. Nou, mixer gevonden die het doet. Dat is mooi, toch? Ja, heel mooi. Wee, die benauwd zijn. Nee, je gebruikt meer pannenkoekenmix. Is dat de ja. Reden? Nou, heb ik ook wel eens opdrachten gekregen. Okay. Ik bedoel, we krijgen altijd opdrachten van iemand wat er gebruikt moet worden. Mag ik niet zelf verzinnen? Mevrouw is sneaky hoor. Uh-huh. Ik zie het. Mevrouw is heel sneaky. Wat doen we? Wie? Neem ons. Pannenkoeken, mama. Pannenkoeken zijn mijn. Mevrouw is heel sneaky. Zit hij te doen nog? Op de bank liggen. En de bank overal opgehaald. Oh ja. Straks even. Maar hier kan ik haar nou dus ook geen straf voor geven, want ze ligt niet. Ja. Nu wel, ja. Ja, en je bent er niet. Ja, dat nee. Is wel meer. Ik laat ze zo'n rondje draaien zelf. Ja, dat is wel lekker. Waar. Ik hou de koekenbak erin gaan. Ja, je moet mij ook in de gaten houden. Het is wel heel netjes. Nee, het moet ook niet te vet zijn, die pannen. Nee, dat. En waarom mag die dan? Nou, dan worden die pannenkoeken te vet. Ja. En die olie die verspreidt zich heel slecht. Oké. Okay. Oké, volgende verhaal. Hebben we gelukkig.
Alsjeblieft. Ik krijg twee stukjes. Jij hebt een stukje? Ik krijg ook hoor. Ja, tuurlijk. Wat net zeggen. Kijk eens. Alsjeblieft. En hoe smaakt die? Ik smaak naar pannenkoeken met hazelnootpap. Ja. Goed vooral zetten. Goed bedoel. Persoonlijk zou ik meer stukjes in het schaaltje doen, maar ja, dat mag nou helemaal niet. Weer mee op, erg lekker, dank u wel. Mag daar. Nou, dan kun je het nu weer overnemen. Zo, zo kun je ook dingen even kijken. Kijk. Smile, you're on candid camera. Kijk je uit of andere mensen en dat die er wel langs kunnen? Ja, ik heb het kaartje apart gezet. Hartstikke, dank u wel. Ik denk dat we nu vanavond pannenkoeken gaan eten met hazelnootpasta? Nee. Betekent dat niet? Nee. Dat is jammer. Jammer hè? Ja. Ja. Heel jammer. Ja. We zijn er weer. En we hebben een goede mededeling op Albert Heijn muntjes. Pas in hoogvlietkarretjes. Zonder problemen. Oh, toch wel. Dat is mooi. Yeah. Hi buf. Zo. Ja, precies. Alles past. Hè? Op elke poort past een dekseltje, toch? Ja, klopt. Hoi meis. Ik ben met een passende deksel. Van de juiste potten. Is dat zo? Ja. En sinds wanneer? Sinds eergisteren. Mooi. Want jij was niet van gisteren, toch? Nee. Okay. Ik ben van een geboortejaar 80 ergens in die buurt. Ah, oké. Okay. Goed jaar. Ja. Speciaal voor jou. Ja. Inderdaad. Gaat het dan? Ja hoor, alleen ik had eventjes die pakken verkeerd. Nou gaat het goed. Of dat hij weer zo meteen moet gaat zakken, kan ook. Niemand meer op de vlog? Oké, dan niet. Jammer. Niemand? Alleen. Want, en waarom hij? Hij is te lang. Alleen ik zie hij schaamt zich. Hoe naar hè? Hij heeft het vlog, maar hij schaamt zich. Nee, toch? Wat voor vlog is dat? Hè? Wat voor vlog? Of kijk, hij is gewoon over van alles en nog wat. Ik kom uit Litouwen, ik ben vluchteling. Ja, je kan me wat. Mag jij overnemen? Ja, ja. En dat kun je veel beter als ik kan. Vluchteling uit Litouwen. Ja, ik kom echt uit Litouwen. Uit Litouwen? Ja. Oké. Okay. Vertel. Hey, rustig aan, hè. Vertel, wat doe je hier? Ik ben hier gaan, even. Werken. Rustig aan, even. Weinig mensen verder. Oké. Rustig dan. Dus ja, wat nee, mag jij interviewen? Natuurlijk mag jij interviewen. Nee. Ik heb geen gesprekstof deze keer. Natuurlijk wel. Nee, normaal wel, maar vandaag niet. Ik ben een beetje slecht wakker geworden. Ah, oké, okay, ja. Verkeerd bij de bed gestapt. Ja, dan ga je hier weer werken, dan kom je niet over dat bed. Oké. Had je maar een koffie opgedronken, ja, nu ben ik... Ik heb geen gesprekstof, helaas. Heb je even... Ik heb een RO. Gewoon een mooi N. Doen we dat. N? Nee. Oké, dank je.